Vanmorgen, even na 8 uur, brak er een brand uit in een loods aan de Blokdijk. En dat was in de wijde omgeving duidelijk te zien. Ja, ik schrok me rot. Alle zwarte wolken kwamen over ons langs. En ja, ik ging gelijk kijken. Maar ja, toen was het eigenlijk al gebeurd. Ik woon in de rookkolom, zeg maar, in Venhuizen. Dus wij kregen een NL-alert om te zorgen dat we ramen en deuren dicht moesten houden. Dus vandaar dat ik dacht van, ik dacht eerst een boerderij. Want als je op Blokdijk 1 kijkt, dan zie je een stollenboerderij staan. Dus ik denk, oh nee, toch niet weer. En toen hoorde ik dat het Avontuur en Partners was. In de loods zit een bedrijf dat gespecialiseerd is in kerstdecoratie. Ik werd vanochtend gebeld om 7:15. En in eerste instantie nam ik niet op. Maar toen werd mijn vrouw gebeld en toen dacht ik, oh, er is wat aan de hand. En toen zei mijn collega, er is brand in Weidenes. En ja, toen wist ik wel dat het niet gezellig ging worden vandaag. Al vrij gauw werd duidelijk dat het pand niet meer te redden was. Het is opslag, showroom en werkplaatsen. Dus het is het hart van het bedrijf. En we zitten op 4 vestigingen verspreid door het hele land. Dus gelukkig zijn we niet helemaal uit de lucht. Maar dit is wel vervelend, ja. Er is asbest vrijgekomen, maar die is beperkt gebleven tot het terrein zelf. Dus omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over asbestdeeltjes. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De eigenaar van het bedrijf is vooral bezig met komende maandag. Onze server hebben we wel uit het gebouw weten te halen. We doen veel in de cloud. Dus alle data en alle informatie en correspondentie is gewoon natuurlijk allemaal gewoon bewaard gebleven. Dus wij gaan maandag ergens anders gewoon aan de gang.